on that. Nee, hè. Als een andere, de Pieter, die loopt nu toch met die ene. Die rare dat je zo gezegd cooler. Ja. Werkt dat? Dat kan toch niet? Geen idee. Pieter nu. Dat is toch kei schoon? Ja? Ik vind dat wel. Pieter, we zijn eigenlijk hier voor tips voor de Pieter. Aangezien die de laatste 1500 meter voorbij was gelopen op zijn WK, hadden wij graag tips dat hij die laatste 1500 meter ook snel kan lopen. Dus wat is er belangrijk voor een goede pistetraining? Ik moet zeggen, ik weet niet dat ik de man ben op dit moment om dat te vragen, gezien dat ik de laatste week ook serieus wordt voorbijgelopen in de laatste 500 meter. Het was bij hem 1500 meter, dus ja, 500, okay. Als we wel op 500 okay krijgen, dan... Ja. Nee. Het moet tot op de finish, hè. Ja. Maar het is zo, ja, het is wel voor de 1500 meter lopers handelsmerk om de laatste 500 meter nog eens echt alles te kunnen uit de kast halen. Hè. Voor dat te creëren, train inderdaad best op de piste. Waarom? Je loopt daar gewoon heel rapper, dat eender waar. En voor een goede pistetraining, wat is daarvoor nodig? Je moet daar vooral voor uitgerust zijn. Ja, ik heb ook al gezwommen, ik wil er niet nog wat bij, maar ik zou wel een ochtendmens. Ja, ik niet. Ja. Ik niet, maar dus ja, s'avonds ben ik niet zo productief. Maar ik vind niemand van die groep hier. Hè. Nee? De meeste daarvan 10 uur te beginnen. Maar ja, als je van die hoge intensiteiten moet doen. En sommige van die mannen gaan 9 keer 200 doen. Zo 27, 26. Ja, dat kun je niet om 6 uur 's ochtends. Hè. Een 200 in 27 denk ik op geen enkel moment van de dag. Kun je weer als morgens beginnen. Pieter, hoe ziet uw training eruit voor vandaag? Als jij je voet vastpakt, dan kan ik dat zeggen. Ik heb juist dat opgewarmd. We hadden altijd de turken van 4 kilometer om te beginnen. En dan een beetje rekken, een beetje loswerken. De training van de dag ervoor de red schieten. En dan zelfs met 5 versnellingen doen op het grasveld. En dan zijn we weg. Welke tempo's loopt je met welke schoenen op de piste? Of, Ja, constant lange sessies doen op spikes is niet aan te raden. Ja. Maar er zijn tegenwoordig zoveel snellere schoenen op de markt waarmee dat je ja, toch een goede pistetraining kunt gaan doen. Ik vind persoonlijk een duurloopschoen geschikt tot 20 per uur. Op elke schoen heeft een optimale snelheid. Ja. Zie je, deze dat is perfect voor alles van 5e kilometer tot 3e kilometer. Maar als je rapper wilt, daarmee vind je dat een hele goede schoen. Ja, ja, je, range, je kunt daar een doorgedreven recreatieve loper op zetten, maar je kunt daar ook iemand eigenlijk, jij doet de tempo's. Ik zou mijn tempo's van 3 kilometer op die schoen doen. Ah, okay. Maar als je nu 2.40 gaat lopen, ja, Sebiet bijvoorbeeld, dus de Somi en de Thomas, die gaan 1200 doen. Okay. Voor een 5000 meter training, die gaan 4 keer 1200 doen, dan begint dat op te lopen. Maar die lopen 2.40, 2.45. Ja. Ja, het zou me verbazen als die beginnen op loopschoenen. Dat zijn mijn snelle schoenen. Dat zijn uw snelle schoenen. Met die hokkas? Ja. Dat zijn mijn snelle schoenen. Dat zijn zijn snelle schoenen, dus. Ik kan dat niet handig. Heb jij ooit er eens aangehad eigenlijk, de Spike? Ja. Je hebt me toch eens gezien op de Pijlenpop? Mijn Spike? Ja. Juist. Alright. Ja. Nee, dat is de zomer zijn precies espadrillen aan. Ken je dat? En dan uw tempo's, loopt je die op hartslag, tempo, millimol? Meestal gaan we kijken op voorhand van oké, wat is het trainingseffect dat ik wil bereiken op basis van de millimols. Uh-huh. Dus wat trainingssysteem wil ik nu gaan prikkelen? Dan schrijven we daar een training voor uit. En de hartslagen is eerder iets achteraf. Okay. Dus
Dus je gaat eigenlijk de training bepalen op basis van de millimoles, dus op welk fysiologisch systeem ga ik nu eigenlijk prikkelen. Tijdens de training evalueert je en als meetreferentie gebruik je tijden. Loslopen aan 2 millimol, blijkbaar 320 de kilometer. En ik heb een beetje schrik dat mijn zweetbandrand in branden is. Dat was voor de verzuring er even na te laten. Dat was 320. Was dat 320? Nee, ik weet het niet. Ja. Onderweg heeft een Ali tegen mijn horloge tikt, per ongeluk met zijn arm. En dan is de chrono weg. Ik zo'n training krijg. Ik zou denken dat het zwemtraining is eigenlijk. En dan nog de do's en de don'ts op een piste, wat moet je rekening mee houden? Ik weet niet of dat Pieter daar rapper of trager van gaat finishen. Dan moet dat toch, maar moet zich gedragen. Al die mensen die dan toch op de piste komen, ja, zelfs Pieter moet zich gedragen. Wat dat verschrikkelijk is als je hard aan het lopen bent in baan 1 en je hebt al bijna geen adem, dat je dan nog eens moet gaan roepen, pas op, die komt eraan, of je moet gaan uitwijken. Meestal is er zo wat een ongeschreven regel dat de afstandlopers die rap lopen in baan 1 mogen. Ja. En de joggers in de buitenste banen. Okay. En de sprinters die zitten vaak dan tussenin, omdat die, ja, dat die in baan 2, 3, 4 of 5 lopen, dat maakt zo niet uit. Ja. Die hebben een ander startlijn. En dan het evidente dat de richting op de piste is. Okay. Ja. En niet dat de richting. Okay. Dat helpt ook al veel om botsingen te vermijden. En voor de rest is het eigenlijk dan. Vooral om de piste in ere te houden. Hè. Je ziet vaak mensen die ja, toch, zeg maar, is dat sneeuw bijvoorbeeld op de piste komen lopen of die met hun fiets vaak op de piste zitten. Ik moet toegeven, af en toe doen wij dat ook en eigenlijk is dat niet zo goed. Okay. Maar ja, eigenlijk is dat niet goed op de piste. Okay. En dan nog een laatste vraag. Wanneer in bloot bovenlijf op de piste? Als het warm genoeg is, en van mij mag iedereen in bloot bovenlijf lopen, maar dat moet iedereen een beetje voor zijn eigen uitmaken of dat of dat kan, of dat schappelijk is. Als je nu begint het weer door te komen om je t-shirt uit te doen. Ja? Mag het? Van mij mag het. Van de groep. Is er een graad dat dan bepaalt of gewoon de zon? 80% voor de show, 10% voor de temperatuur, 10% voor de show, voor de kleur. Ik heb dat niet nodig, kleur. Dit is van welke dat ik nu al in. Ja. Dat is mijn natuurlijke huidkleur. Ik ga het misschien veel wortelen of zo. Ik zal mijn t-shirt al grapper aantrekken als er bijvoorbeeld hier een kamp met kinderen bezig is. Ah ja, toch wel. Ja, toch wel. Maar nu, hier het sportkot zijn vaak studenten. En dat staan warm, niet dat die er echt van wakker liggen. Maar bijvoorbeeld in sommige landen is het verboden hè, om in je blote bas te lopen tijdens een piste-training. Okay. Bijvoorbeeld thuis moet je dat niet proberen. Hè. Nee? Ik heb echt ooit gehad, en die tijdens mijn training met stilligde van die een t-shirt te gaan. Dan. Ja. Oké. Okay. Fijne blote basten hier. Kom maar, man. Heb je hem voor mijn Instagram?